Heer Van Haga. Dank u wel, voorzitter. De heer Bouke heeft ons net geopenbaard dat hij ingenieur is en nog wel scheikundig ingenieur. En dat vind ik leuk, want ik dacht eigenlijk dat de heer Stoffer van de SGP de enige andere ingenieur in de Kamer was. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus we hebben nog iemand die kan rekenen, dus dat is leuk. Maar dan verbaast het me natuurlijk een beetje dat de heer Bouke ook apetrots is op de windmolens in de Noordzee. En dan denk ik van ja, dat is toch een beetje raar, hè? Want als je dat cradle to grave doorrekent, dan moet je eerst die windmolens fabriceren, dan heb je een carbon footprint, je moet ze daar naartoe brengen, je moet ze plaatsen, dan zijn ze daar misschien 20 jaar actief, dan moet je kabels naar land leggen, dan moet je ze ook weer decommissionen, hè? Je moet ze afbreken en ook nog verwerken. Dus cradle to grave levert dat niet zoveel op en bovendien de stroom die ze leveren is ook nog intermitterend. Dus dan moet je dan nog inpassen, heb je inpassingsverliezen. Dus uiteindelijk is dat op de korte termijn helemaal niet zo goed als u doet voorkomen. En dan verbaast me van een ingenieur dat de heer Bouke, ik zal kort zijn, het niet heeft over kernenergie. Want dat zou natuurlijk, dan zouden we al deze stappen kunnen overslaan. Dus ik hoor graag van u, van de heer Bouke, hoe hij als ingenieur er tegenaan kijkt. Heer Bouke. Ja, dankjewel, voorzitter. Voor deze onderwerpen hoef je overigens geen ingenieur te zijn. Je hebt gewoon gezond verstand nodig. En dat hebben velen van ons gelukkig in deze Kamer. Kijk, dat we circulair moeten worden op deze planeet, dat is evident. Dat we daar nog niet zijn, is ook evident. Maar als we kijken naar het alternatief, fossiel, dan is het voor mij klip en klaar. Dan bouwen we die windmolens op zee en zorgen ervoor dat we ze ook op een circulaire manier gaan verwerken wanneer ze aan het einde van hun levensduur zijn. Ik wil ervoor zorgen dat we afstappen van fossiel, want dat is pas niet circulair. We moeten ervoor zorgen dat we stappen de goede richting opzetten en niet blijven hangen in die fossiele economie. Heer Van Haga. Ja, voorzitter, maar als dat cradle to grave, als je dat doorrekent, als nu blijkt, hè, en we hebben allemaal die rapporten gezien, cradle to grave, is dat nog niet zo dat dat een positieve bijdrage levert aan de korte termijn oplossing? En dan kom ik terug op mijn vraag. Oh nee, laat ik eerst zeggen, als dat zo is, bent u dan bereid om daarvan af te zien? En dan heeft u het tweede gedeelte van mijn vraag nog niet beantwoord en dat was over de kerncentrales. Ja, laten we daar meteen even op reageren via u, voorzitter. Want u heeft het, de heer Van Haga heeft het over cradle to grave. En dan heeft hij het vervolgens over kernenergie. En ik vraag me af wat de heer Van Haga dan dat afval dat vrijkomt bij kernenergie noemt. Of dat dan circulair is. Hè? Dus daar hebben we toch nog één klein puntje hè, op te lossen. Het andere punt van de heer Van Haga. Fossiel en de kosten van onze fossiele economie, die zijn vele malen hoger dan alles dat we nu aan het doen zijn. Of het nou wind op zee is, zon op dak of andere manieren om aan schone energiebronnen te komen. We weten één ding nu zeker. Als we doorgaan op deze weg, fossiel, met gas, met olie, met kolen, dan redden we het niet. Dus we moeten iets anders doen. Zijn we er? Hebben we het plaatje helemaal rond? Zeker niet. Dat ben ik zeker met de heer Van Haga eens. Maar zoals we de afgelopen 200 jaar gedaan hebben, kunnen we het niet blijven doen. Heer Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit zijn een aantal drogredenen bij elkaar en dat valt me dan tegen van een chemisch ingenieur. Ten eerste ben ik natuurlijk niet zo tegen fossiel als de heer Bouke, maar laten we die discussie sluiten. Stel dat we dat nou allemaal niet doen, dan is het toch nog steeds zo dat als je iets van het wieg tot het graf moet doorrekenen en het draagt niks bij aan de klimaatproblemen of de CO2-uitstoot, maar het heeft juist een negatief effect erop. Als je het echt allemaal, als je alle factoren, alle parameters meeneemt, dan moet je toch toegeven dat geen goede oplossing is. En natuurlijk, hè, op het kernenergie terugkomend, is het zo dat je daar een ander probleem hebt, hè, met kernafval. Alleen de vraag is natuurlijk, in de visie van D66, hoe lang heb je de tijd? Hè, als we horen dat we over 10 of 20 jaar dat de planeet gaat exploderen, of dat de zeespiegel 7 meter stijgt, of wat dan ook, dan kan je toch beter naar andere oplossingen kijken. En ja, ik heb niet zoveel interrupties meer, volgens mij. Dus laten we dat kernenergie dan maar voor wat het is. Maar kunt u dan misschien even reflecteren op thoriumcentrales? Want dat is de volgende stap. Hè. China is daar nu actief mee bezig. In Frankrijk zijn ze er actief mee bezig. Zou dat niet, hè, voor u als scheikundig ingenieur, een goede oplossing zijn om daar onze tijd en energie in te steken? Heer Bouke. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Van Haga zei in het begin van deze interruptie iets
iets belangrijks voor dit debatje. Hij zei van fossiel, de heer Bouk heeft heel veel problemen met fossiel en ik heb er wat meer mee. Daar zit nou precies het verschil tussen ons. Want wat niet alleen wat D66 betreft, maar ook de wetenschappers, die duizenden wetenschappers die nu al jaren bezig zijn, die rekenen ons voor hoe schadelijk fossiel voor onze planeet is. Dus daar vinden we elkaar al niet. Over die thoriumcentrales misschien een anekdote. Jan Terlouw, een van onze oude partijleiders, die is natuurkundige. En die sprak ik een keer en die zei van ja, die thoriumcentrales, daar heb ik ooit in eind jaren 50 ook aan gerekend. Het is de eeuwige promise. Hè? Elke 10 jaar zegt men, ja, over 10 jaar komt hij er. Dus ik zou mijn geld daar niet op zetten, voorzitter, naar de heer Van Haga toe. Ik zet vol in op wind op zee, ervoor zorgen dat we voldoende alles dat we op zee kunnen doen, ook echt doen. Zoveel mogelijk zonne-energie. En ja, dan redden we het niet. Dat zullen we misschien ook nog moeten importeren, of wel zeker. Laten we ervoor zorgen dat we het halen uit die landen waar het goedkoop opgewekt kan worden. In de vorm van waterstof, maar misschien ook met kabels. Dan hebben we een gesprek. Voorzitter, via u naar de heer Van Haga. Ja, voorzitter, tot slot dan. Met alle respect die ik heb voor de heer Terlouw, hè, want toen de heer Terlouw de scepter nog zwaaide bij D66, was ik ook matig enthousiast over D66. En dat is daarna is dat een stuk minder geworden, moet ik bekennen. Maar ik zou niet ogenblikkelijk vertrouwen op een onderzoek van de heer Terlouw uit 1950. Want de technologie schrijdt voort en we hebben continu mooie nieuwe dingen. Dus ik zou u uitdagen om ook daar nog eens naar te kijken. En als het in China kan en in Frankrijk, dan kan het hier misschien ook. Dank. Dank u wel, voorzitter. Dan is nu. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh.